Ik ga maken spitskool met worst. En wat heb ik daarvoor nodig? Uiteraard een spitskool, honing, mosterd, worst, barbecue worst, salie, krieltjes, zure room en roomboter. En de oven die heb ik al voorverwarmd op 200 graden, want daar ga ik lekker die spitskool in grillen. Ik ga de pan opzetten met water voor de krieltjes. Zo. De krieltjes ga ik even kort koken en daarna nog eventjes aanbakken in de pan. Dan is het lekker krokant. Maar eerst eventjes het water opzetten totdat het gaat koken. Dan heb ik hier alvast een bakplaat. Die zet ik neer met een bakpapiertje erop. Want daar ga ik zo meteen de spitskool op leggen. Kijk eens. Spitskool, leuk. Het is echt leuk om daar weer eens mee te koken. Dat doe ik niet heel vaak. Ik vind het hartstikke lekker. De buitenbladeren die haal ik er even af. Nou, deze is nog wel mooi. Maar de allerbuitenste die vond ik niet zo heel mooi meer. Dus die haal ik eraf. Groot mes. Want ik wil hem graag in 8 kwarten. Dus dan doe ik hem door de helft. Wap. En dan nog een keertje. Ik probeer een beetje de kern intact te laten. Want dan, dat houdt ook de hele kool intact. Ik vind het wel leuk om echt van die parten te houden. Nog een keertje. Ja. Kijk eens. Partje leg ik op de bakplaat. Kool. Ik hou heel erg van kool. Witte kool, Chinese kool, spitskool. Volgens mij, Chinese kool en spitskool lijkt ook wel heel erg op elkaar. Wordt ook wel veel gebruikt in de Aziatische keuken. En kool, je kunt je bakken, stoven. Maar misschien doe je grillen niet zo heel veel. Andere manier. Kijk eens. Dit is al een plaatje, vind ik. Dat zet ik apart. Dan de krieltjes. Die ga ik even kort koken, maar ook wel heel eventjes door de midden snijden. Zodat ze wat sneller gaar worden. Kijk, krieltjes kunnen ook best wel groot zijn. Dus ik wil ze allemaal een beetje dezelfde grootte hebben. Ik check ook even hoe ze eruit zien, want soms zijn ze nog wel een beetje met aarde. Maar dan boen ik ze even schoon uiteraard. Maar dit gaat heel goed. En soms zie je een soort van plekje. Dan haal ik hem er even af. Maar ik snijd ze in 4 soms. Als ze maar een beetje dezelfde grootte krijgen. En nog door de midden. Volgens mij gaat al langzaam het water koken. Dan kan ik ze erbij doen. Zo. Echte piepers. Ik denk zelfs Hollandse piepers. Ja hoor. Uit Nederland, natuurlijk. Nederlandse bodem. Zo. Het is wel leuk dat ik spitskool aan het grillen was. Vorige week heb ik ijsbergsla gegrild. Misschien ook niet meteen waar je aan zal denken. Wat een timing. Water kookt. Ik doe de krieltjes erbij. Ongeveer 4 minuutjes koken. Dan kan ik ze alweer afgieten. Goed, dat staat op. Dan ga ik voor de spitskool. Die ga ik lekker insmeren met honing, olijfolie en mosterd. Daar ga ik eerst even een lekker sausje van maken. Mosterd. Lekker honing. Wordt een beetje zoet. Gaat dan zelfs een beetje karamelliseren. Goed door elkaar mengen. Ik doe dat nu met een klein lepeltje. Je kunt ook een garde gebruiken als je wil. En olijfolie erbij. Ik maak dit nu om de spitskool in te wrijven. Maar dit is ook gewoon een hele lekkere dressing voor over een salade. Goed mengen. Doe ik zout en peper bij. Beetje peper. Grof zout is bij jou wel echt favoriet, hè? Ja, ik hou van grof zout, geen keukenzout. Oké, kijk eens. Lekker sausje hebben we gemaakt.
En ik ga die vinaigrette, die ga ik over de spitskool smeren. Ik doe dat nu met een lepeltje. Ik kan straks ook wel met een kwastje nog een beetje nakwasten als je wil. Oh, dat gaat dan een beetje karamelliseren. Dat wordt dan een beetje krokant. Zoet. Nu al lekker. Ik vind nu al een plaatje ziet het eruit. Kijk eens. Nou, weet je wat? Ik doe het gewoon met mijn lepel. Je kunt er een kwastje bij gebruiken. Maar de achterkant van je lepel werkt ook heel goed. Zo. Kijk eens hoe cool dit eruit ziet. Deze spitskool gaat 20 minuutjes in de oven grillen. Hoppakee. Zo. Oh, kijk, het gaat wel iets te hard. De krieltjes hebben nog even nodig. Ga ik ondertussen alvast die lekkere barbecue worst. Barbecue worst is meestal een beetje gekruid. Kun je dus op de barbecue leggen. Ik doe het in de pan en ik ga ze van tevoren eventjes in plakjes snijden. Op een ander snijplankje. Ik snij ze in plakjes, dan garen ze ook wat sneller. Worst is ook heel leuk, vind ik. Kun je gewoon het velletje uithalen. Heb je heel lekker gehakt. Maak ik ook wel vaak voor in een pasta saus bijvoorbeeld. Maar vandaag houd ik ze intact en maak ik er plakjes van. Waarom snij je het schuin? Ik snij het schuine plakjes omdat ik dat gewoon leuk vind. Dat ziet er leuk uit. Mm-hmm. Ik snijd ook altijd mijn boterham in een driehoek. Vind ik het leuk uitzien. Soms wat anders. Kleine moeite. Ziet er toch net iets leuker uit. Zo. De krieltjes die zijn klaar. Echt heel kort koken. Dat ze net dat rauwe eraf is. Blijven ze goed bij elkaar. En dan kunnen ze lekker straks in de pan. Lekker knapperig worden. En nog meer doorgaren natuurlijk. Kan ik dit vasthouden met mijn handen? Yes! Kijk eens. Had ik hier al een hele mooie goede koekenpan. Nou, het is eigenlijk een hapjespan. Laat ik even heet worden. En daar doe ik dan olijfolie en boter bij. Dat is echt een tip voor een krokante aardappeltjes. Altijd olijfolie en boter. Heerlijk. Pan is heet. Olijfolie in de pan. Beetje boter bij. Zo, dat laat ik lekker smelten en warm worden. Dit is zo'n goede combi. Dan gaan de aardappels erbij. Die laat ik eventjes goed aanbakken. En daarna gaat de worst erbij. Kijk eens. Hop. Oh, dit geluid al. Heerlijk. Beetje zout en peper. Beetje smaak. Deze aardappelen laat ik eventjes lekker liggen en sudderen. En gisteren heb ik een hele lekkere salade met aardbeien gemaakt. En ik had nog wat aardbeien over. Het is in het seizoen. Ze zijn heerlijk. En Sabine die laat zien wat voor ontzettend lekker toetje je ervan kunt maken. Let ik op de aardappelen. Aardbeien, blauwe bessen, frambozen. Allemaal heerlijk zomerfruit. Lekker uit het vuistje. En perfect voor in een dessert. Sabine heeft het recept om je vingers bij af te likken. Vandaag maak ik cheesecakes in een potje. Ideaal voor een picknick in de tuin of als toetje. Hiervoor heb je nodig mascarpone, slagroom, suiker, koekjes, frambozen, witte chocola, lemon curd en natuurlijk jampotjes. We beginnen met het kruimelen van de koekjes in de jampotjes. Vind je dit nou lastig, dan kan je ook een zakje gebruiken en een deegroller om ze stuk te slaan. Vul in totaal 4 potjes. Dan doen we de suiker, de mascarpone en de slagroom in de mengkom. Voor de fris-zure smaak doe ik nog 2 eetlepels lemon curd erbij. Dan zet ik hem aan en meng dit tot een gladde massa. Het mengsel is klaar, hij is goed stevig. Dan gaan we hem nu verdelen over de jampotjes. Vervolgens verdelen we de frambozen eroverheen. Je kan er ook ander zomerfruit in doen. Ik kies nu dus voor frambozen, maar je kan ook blauwe bessen of aardbeien gebruiken. En als finishing touch raspen we er nog wat witte chocolade overheen.
Dan kan je ze zo met de deksel erop bewaren in de koelkast. Of meenemen voor een picknick in de tuin. Maar je kan ze natuurlijk ook meteen opeten. Mmm. Lekker. Oh, lekker hè, die cheesecake. Op de Jumbo-app zijn ook ontzettend veel lekkere toetjes te vinden. Die maak ik hier natuurlijk helaas niet zo vaak. Maar kun je daar heel veel inspiratie op doen. En ondertussen, kijk heel even. Dit is dus echt die olijfolie en boter. Dit krokante, dat wil ik precies hebben. En nu is het tijd om de worst erbij te doen. Die had ik al in stukjes gesneden. Hop, 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 hop. Gaat er allemaal bij. Oh, lekker aanbakken. Een beetje helpen uit elkaar te halen. Zo. Dan ga ik er zo meteen salie bij doen. Oh, en ik hou zo erg van salie. Ik maak ook wel salieboter. Heel makkelijk. Beetje boter smelten, salie erbij. Wordt lekker krokant. Lekker voor over een soep of een spaghetti. Echt heel lekker. Ik geloof dat het wel voor zwangere vrouwen niet ultieme kruid is op dit moment. Maar ja, je moet er waarschijnlijk dan 100 kilo van eten dat het echt niet goed voor je is. Maar pas wel een beetje op. En het is gewoon een heerlijke smaak. En helemaal bij worstjes en aardappelen. Echt top. Ik hoorde een piepje. Kijk eens hoe lekker mooi dat wordt. Mm. Oh, zie je dat? Gaat een beetje karamelliseren. Wordt lekker zacht. Ga ik er zo meteen uithalen. Dan ondertussen de zure room. Heerlijk fris. Voor bij dit gerecht. Die doe ik even in een bakje. Klop ik een klein beetje los. Peper en zout. Heel simpel hou ik dat. Zo. Heel klein beetje op smaak maken. Wanneer gebruik jij zure room en wanneer gebruik je crème fraîche? Zure room gebruik ik voor koude gerechten, of in ieder geval niet om mee te koken. Dus ik doe er straks gewoon een dotje op het gerecht. Oh ja. En crème fraîche, dat kan mee in de pan. Ja. Kijk eens. Oh, de worst krijgt ook al lekker een kleurtje. Oh, een goede pan is dit. Daar kan ik lekker mee schudden. Zo. Ik ga er salie bij doen. Dat mag lekker een beetje mee bakken. Lekker een beetje krokant worden. Ik doe er hele blaadjes bij. Soms scheur ik er even eentje. Het is iets te groot. Het is zo lekker, joh. Maar dus niet de steeltjes? Nee, de steeltjes doe ik niet. Ik doe alleen de blaadjes. Even omhusselen. Dat de salie ook een beetje van die olie en boter proeft. Peper erbij. Zo, lekker. Lekker, 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 lekker. Goed. Zuur room staat klaar. De salie is straks nog een beetje als garnering natuurlijk. Ik ga straks de spitskool eruit halen. Maar niet voordat ik heb verteld wat ik morgen ga maken. Het is namelijk pita met burgertjes. En die burgertjes die maak ik met couscous en feta. En gehakt. Ik weet zeker dat jij nog nooit couscous in je burger hebt gedaan. Ga ik lekker kneden. Kleine burgertjes van maken. Wordt hartstikke lekker. Maar eerst die lekkere spitskool. Die ga ik uit de oven halen. Oeh, warm. Dit is echt leuk. Hoe simpel is dit nou te maken? Het is echt iets anders. Echt iets wat je niet dagelijks eet. Misschien eet je wel vaak spitskool, maar niet op deze manier. Leg ik klaar. Vuur gaat uit, want ik ga het bordje opmaken. Kijk eens. Oh, is lekker zacht geworden. Wacht, dit wil ik wel even op een goede manier doen, dat die spitskool lekker nog aan elkaar vast blijft. Oh, die vinaigrette, joh. Heerlijk. Krieltjes met de barbecue worst.
Heel lekker krokant. Dot zure room. Klaar met je sari. Kijk eens. Spitskool met worst. Barbecue worst. Oh, het is een plaatje. En hoe lang heb ik nou in de keuken gestaan? Ik denk het langste is de tijd dat in de oven moet. 20 minuten. Maar voor de rest is dit echt een heel makkelijk gerecht. Echt net even weer wat anders dan dat je normaal maakt. Ik ga proeven, natuurlijk. Hele belangrijke taak. Stukje spitskool. Stukje aardappel. Nog knapper, die spitskool. En die dressing, die honing proef je goed. Aardappels knapperig. Met die zure room wordt het lekker. Ja, lekker fris. Echt een heerlijk bordje. Ik hoop dat je dit ook gaat maken. Hier ga je echt punten mee scoren aan tafel. Heerlijk.